Beste vrienden, ik wil het met jou hebben over ware vriendschap. Wat is ware vriendschap? En met wie heb je een ware vriendschap? Jezus noemt ons zijn vrienden. Jezus noemt ons zijn vrienden. Dat wil zeggen dat we ook een bijzondere plek hebben bij Jezus. Als Jezus ons zegt dat wij zijn vrienden zijn, dat betekent dus dat hij zijn leven met ons deelt en dat hij dicht bij ons is. Nou heb je ook verschillende dingen in een vriendschap die er ook zijn, die gebeuren. Je gaat door moeilijke omstandigheden, je kunt leuke dingen delen en je kunt van elkaar leren. En er zijn ook dingen die Jezus op dat moment met ons deelt. Zo zegt hij ook dat wij ook niet zijn dienaren zijn, maar zijn vrienden. Dat betekent dus dat in de vriendschap je ook de ander hoort te delen, te dienen. Wat is dienen? Klaarstaan voor elkaar. Met elkaar delen. Je kunt je noden delen. En je kunt elkaar pijn delen. Je kunt ook de leuke dingen delen. Nou, dat is dus ware vriendschap. En als jij ziet dat, zoals Jezus ook zijn leven met jou deelt, dan deelt Jezus ook alles wat hij heeft. Ik wil je uitdagen om Jezus beter te leren kennen, te accepteren als jouw vriend, zodat je nooit meer alleen hoeft te zijn.